Hier staan we bij het neusje van de zalm op caravangebied. En dat is de Kabe Imperial 780 TDL FK Kingsize. Nou, dat is een naam die deze caravan ook echt met enige trots mag dragen. Want kijk even naar die buitenkant. Hier zie je 8,15 meter pure luxe. Met gladde aluminium beplating, mooie ingebouwde ramen. Een heel chic buitendesign dat in die beplating is verwerkt. Een joekel van een disselkast met daarin dat mooie Kabe-logo. En 4 hele dikke lichtmetalen wielen die dit rijdende vakantiehuis naar elke bestemming in Europa laten rollen. 4 wielen, ja zeker, want met zo'n lengte is dit natuurlijk een tandemmasser. En een flinkert ook, want inclusief dissel is die maar liefst 9,40 meter lang. En door zijn breedte van 2,50 meter heeft hij binnen een zee van ruimte. Maar dat laten we je zo zien. Die Imperial is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Want met een rijklaar gewicht van rond de 2200 kilo heb je daar nog echt wel een flinke trekker voor nodig. Denk aan een Range Rover of een Audi Q8 of een busje, een Mercedes Sprinter bijvoorbeeld. Wat deze caravan echt bijzonder maakt, dat is zijn indeling. Hij is namelijk speciaal ontwikkeld voor mensen die van luxe houden en van koken. En dat zie je meteen als je binnenkomt. Want in het voorste deel van die caravan staat een bijna U-vormige keuken van 2,35 meter breed. Dat is dus over de volle breedte van die wagen. Nou, in de keuken zien we een inductiekookplaat en 2 gaspitten. Maar bijvoorbeeld ook een inbouwoven met grill en zelfs een magnetron. Nou, verder hebben we natuurlijk een koelvriescombinatie. En die is extra hoog geplaatst tegen het plafond aan. Zodat je niet hoeft te bukken als je er wat uit wilt pakken. Ook fijn is het extra panoramaraam dat boven het voorraam is gemonteerd. En dat zorgt voor lekker veel lichtinval. En dat geeft weer extra ruimtegevoel in die caravan. En als je dan vanuit de keuken opdraait, dan zie je hier dat heerlijke woongedeelte met die enorme L-vormige loungebank met hoofdsteunen in de hoeken. Met ook nog eens een keer een riant uitzicht op de televisie. En tegenover de bank hebben we ook nog een hele luxe fauteuil waar je eindeloos kunt gaan zitten lezen of lekker kletsen met je familie. Nou, verder naar achteren kun je in deze caravan kiezen uit 2 slaapindelingen. En dat is de E2-indeling. En dan heb je 2 enkele bedden van 2,11 meter lang en ruim 1 meter breed. Of je kiest voor deze E8-indeling. En dan heb je dus een queensbed van 2 meter en bijna 1,60 breed bij het hoofdeinde. En dat is dus echt groot voor een queensbed. Maar dan zijn we er nog niet, want waar is nou die badkamer? Nou, die zit bij deze Imperial 780 TDL helemaal achterin. Ook weer over de volle breedte van de caravan. Dus ook hier weer 2,35 meter badkamerplezier. Met een toilet en een riante douche met staarhoogte. En daartussen een enorme hoeveelheid kastruimte. En natuurlijk ook nog eens een keer een wastafel en een handdoekdroger. Nou, zoals je ziet is alles mooi gedesigned in deze Kabe caravan. Met lichte houtkleuren en witte kleurvlakken zoals bij de bovenkastjes. En natuurlijk overal sfeervolle ambiënte verlichting die je kunt dimmen. Leeslampjes op de juiste plekken. En daarmee kun je het supergezellig maken in deze caravan. Nou, als we het dan over de techniek gaan hebben. Heb je even. Kabe kennen we natuurlijk van de 4 seizoenen caravans die in Zweden in de eigen klimaatkamer worden getest bij min 37 graden. En dan is het binnen heerlijk comfortabel dankzij die al de vloeistofverwarming. Met radiatoren langs alle wanden en hij heeft ook nog eens een keer al de vloeistofvloerverwarming. En die vloeistofvloerverwarming die ligt helemaal ingevreesd in dikke isolatieplaten met daarover weer kunststof geleidingsplaten die de warmte over die hele caravan verspreiden. Isolatie is ook weer zo'n typisch Kabe dingetje, want voor alle caravans worden extra dikke wanden gebruikt. Het dak is dik geïsoleerd en dat geldt dus ook voor die vloer. Allemaal 36 mm dik en dat is echt dikker dan bij andere caravans. En daarnaast heeft die Kabe ook nog eens een keer uitgebreide ventilatiemogelijkheden. Direct en indirecte ventilatie. Want als je in barre omstandigheden kampeert, dan moet je die caravan ook goed kunnen ventileren. En hoor ik je nou zeggen, wij kamperen toch nooit bij min 37? Ja, dat hoeft natuurlijk ook niet. Want die isolatie en ventilatie maken een Kabe wel tot de ideale 4 seizoenen caravan. Want ook in Zuid-Europa heb je daar juist veel gemak van. Omdat de warmte van de zon natuurlijk ook veel moeilijker binnenkomt in zo'n perfect geïsoleerd vakantiehuis. Als we het dan hebben over het uitrustingsniveau van deze Imperial 780 TDL, dat is echt te veel om op te noemen.
17-inch lichtmetalen wielen, disselafdekking, een disselbak met ingebouwde verlichting, een extra groot Heki dakraam binnen, elektronische stabilisatie van Alco, een geïntegreerde hordeur, speciale uittrekladen voor je skis of voor je hengelspullen. En zo gaat die waslijst maar door. Tot en met een, dat is best bijzonder, een ingebouwd stofzuigersysteem. Een verwarmde hangkast waar je natte kleding in kunt drogen en een verwarmd schoenenvak. Maar ook een barbecue-aansluiting in de disselbak voor je gasbarbecue. En het houdt maar niet op. Tuurlijk, het prijskaartje is er ook naar met 111.000 euro. Maar vergis je niet, dan heb je een topkwaliteit rijdend vakantiehuis waarbij je gewoon jaren permanent onderweg kunt zijn. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal en geef nog even dat duimpje. En als je op het belletje drukt, dan mis je geen enkele video meer van ons. Tot de volgende keer.